over Uitingen, Villegeel, dan de Windeke. 45 minuten. Dat bedankt dat van die chauffeur. Hè. Als hij wel gas geeft, dan. Ze zien hoe dat de wind ziet, hè. Van voren of van achteren. Je moet er vandaag ook op tuur zijn altijd. Ja, dat is een goede lijnrit, hè. Ja, ja. Voor hem, man. Heb je al een ongeval gehad? Heb je al een ongeval gehad met een bus vroeger? Ja. Dat was weer een klein voorraam. Maar de jaren is alleen, maar ik wil nog geen serieus gehad zijn. Maar niet doen. Ik kwam eerst 20 jaar geleden. Ja, ja, ja. In een klein eiland in Brussel. Eén van een parking waar links kwam. 20 meter verder. Met alles toeslagen, maar terug op een andere parking binnen te geraken. En van achterin. Ik heb er van achterin, ja. Dat ik er ook niet goed uitgezien heb. Nee, nee, nee. Met je witsje, met gold, 6000 kilometer, brok op hier. Maar op al die tijd een ongeval, ik kom een serieus ongeval. Nee, nee, nee. Hopelijk kan ik zo. Mooi. Zeg, hoeveel kilometers heb jij gebold? Heb je daar aan gedacht van? Nee, dat moet ik echt hier dag. Ja, ja. Nee, dat moet ik echt hier dag van. Ja. En je bent altijd in Leerbeek aan het werk geweest? Ja, 2 maanden in Trant. Ja, ja. In het begin was ik vooral in dat er geen plaats was. En de rest allemaal hier. Zeg, en die bussen, jong, die zijn toch veranderd tegen vroeger? Hè? Ja, veel, hè. Veel beter. Hè. Ja, ja. Zeg, en de passagiers, hoe is dat daarmee gegaan? Is dat verbeterd? Ja, dat valt mee. Misschien ja. Van de wereld of zo. Van, hoe heet dat? Je dat heel veel lang mee, hè. Ja, vriendelijk zijn. Vroeger nog meer. Want het kunnen... Hoeveel? En wegen, hè. Het is omleiding, hè. Nee, dat is heel is dat een keer naar ja. 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 Nu richting Nienhoven. Allemaal wel bedankt voor dit mee te doen. Ja, maar Christian had het nog niet betoond, hè. Dat is nog niet gekomen. De zorg moet ik bedoelen, hè. Wel allemaal bedankt voor mee te rijden. Collega's, buren, familie, broers en zussen. Allemaal wel bedankt. We vertrekken nu voor een rit van 50 minuten. Alles hangt af van de windrichting, of die vooraan zit of achteraan. Dat kan een paar minuten schelen. En we landen dan in Nienhoven. En daar blijven we een tiental minuten staan voor andere passagiers op te laden. En dan vertrekken we terug voor een andere vlucht. Dank u. Dat de bus geschaald heeft. Ik ben niet zo'n midden, meneer. Ja, maar Lomp mag niet mee, hè. Ik ben niet van geld voor de bedoeling. Allemaal moet nou wel een keer mee zingen, hè. Blackie, kom. Kom, Blackie. Blackie, kom. Blackie, weet niet. Ga aan de kant stappen aan boord. Dat is goed voor zitten in Kroos. En allemaal samen, ja. Is dat niet een bus van de Leer? Ja, dat is de van de Leer. Is Wilfried Eek de chauffeur? Ja, Wilfried de chauffeur. De bus van de Leer, Wilfried de chauffeur. Viva, viva, Wilfried de chauffeur. Viva.
gevriend met formidabel, het geeft een enorme meerwaarde en het laat zien
dat we in Geurt nog allemaal wat familie van hen zijn. En dat zo'n evenement, en ik heb Karin en Luc al bedankt omdat die eigenlijk de moteur waren achter de Calvari-tocht, elke keer een stoertje en elke keer toch een verrassing. En ik heb ook aan de pers al gezegd, ja, het is wel een speciale figuur, omdat hij de Brettekes-traditie, en ik denk dat we aan Jeff vandaag toch een keer moeten denken, die als controleur eigenlijk ook een volksfiguur was en is gebleven in Goik. En ik ken Wilfried ook vanuit zijn Giro-tijd. En de Giro, dat is juist iets beter dan de schoten. Niet veel, maar toch. Niet met dat kruisbal, ja. Piet is hier, ik heb Engie al gezien. En natuurlijk ons aller geestelijke vader Piet is hier ook. En het zijn toch speciale banden die gebleven zijn. Voor eigenlijk de chauffeur, als ik hem een keer goed bezien, hij ziet het toch nog wel eerder gekomen. Ik weet, het is hier zo bevestigd. Hij moet op balkonnen. Thuis gesoigneerd zijn. Wat, geef toe. Eigenlijk, hij heeft niet de schoonste voet. Dat is toch waar? Je ziet hij er ook niet het meest vriendelijk uit van allemaal. En is hem eigenlijk ook niet de zachtste van allemaal. Met andere woorden, zou hij eigenlijk in feite nog wat fush doen. Dat zijn de stil. Maar wat ik hoorde, en dat wist ik niet, hij rijdt eigenlijk niet verder met een bus. En het keer met Piet. Maar hij staat nu voor een nieuwe uitdaging. Hij krijgt een nieuwe chef nu. Dus, ja, en hij valt aan de prijs. Simpel te zijn. Hij gaat meer moeten luisteren. En hij zal misschien nog neiger moeten werken. Afwachten. Maar wij hopen vooral dat hij geweldig zijn lijn zal kunnen houden naar de toekomst toe. We danken ook de mensen van de lijn voor het feit dat we hier zo gastvrij zijn ontvangen. En Johan, dat je ons daarbij hebben begeleid. En ik zou voor Wilfried, de chauffeur, nog een geweldig aanmoedigend pensioenapplaus willen vragen. We vinden dat je goed, kom maar. Hola. Dat had je daar gezegd dat Henning hier alleen op de bus had zitten. Want de lijnvoerders, nu praat hij allemaal op paard. Maar dat zat al gevraagd. Ik was heel fijn. Ik was echt verrast, zeg het even. Ja, hij moet eens zo blij. Ik had het echt niet verwacht. Niet verwacht dat ik nu zo talrijk zou opkomen. Ja. Zeg het, zeg het. Dat is toch wel een hond, hè? Ik ben toch een beetje ontroerd. Dit is hier. Ga je mij al gedikt wat voor zitten? Ja. Pak van. Ja, ik kon zeggen, we trekken in het hotel, maar een uur de noer is hij al hier op gek, hè? Dan zit hij met vrienden klappen. Hè. Dat is echt serieus. Nee, niet tegen man, hè, tegen vrouw. Ja, ja. Er zit een jongen met zijn boot. Maar hij maakt je uit dat ik ben er met de twee vrouwen. Maar dat is een menselijke kameroetje. En als Michel zegt, familiariteit, ik denk dat we dat moeten...